bevalt het tot nu toe? Wel goed. Ja. 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 En hebt u al wat gegeten? Ik heb wat gegeten, tot op heden goed. Alleen, ja, die brandnetelthee of brandnetelsoep, die kwam niet zo erg naar voren. Nee. Ja, de twee oorlogsstrijders die bij ons thuis waren, die hebben daar meegedaan. Die hebben een gedeelte van de Wierdense straat, van de overweg tot aan de bank, die moesten ze beveiligen. En na die tijd moesten ze snel weg naar Utrecht. Want in Utrecht waren ze op dat moment ondergedoken. U bent hierbij vanavond bij het verzet Kraakt. Hoe was tot nu toe uw indruk van het geheel? Ja, ik heb me er geen voorstelling van gemaakt, maar ik vind het een hele organisatie. Ja. En hoe bevalt het eten? Goed. Viking. Heel goed. Dus ik zag al een paar gasten lopen met helmen op. Met van die hele grote horens eraan. Ja, juichen. Hey. Goed zo. Even kijken. Nou, even een foto. Ik weet het niet. En juichen. Ja. Ja, we hebben hier weer 3 dagen voetbal. Dus voor de 4e editie dit jaar. En eigenlijk het 3e jaar dat we bij de AFC Lab première aanwezig zijn. Ja, het gaat gewoon fantastisch. We zijn veel met de kinderen bezig, met voetballen.
De trainers zijn er allemaal bezig. We hebben een trainerskorf van 19 personen. We hebben 36 kinderen bij de jongste groep. We hebben de 96 bij de oudste groep. We hebben gewoon, daarbij staan er nu 120, tussen de 100, ja, of zeg 125 en 132 kinderen staan er op het voetbalveld. En die zijn bezig ja, met allerlei oefeningen. Van kleine paasvormpjes, spelletjes, toernooitjes. En ja, dat doen we gewoon 3 dagen lang. En verder gaan we naar Heracles Almelo. En daar spelen we, gaan we trainen. We hebben dat ter beschikking gekregen, het stadion, omdat Heracles vrij is. En ja, goed, en uiteindelijk komen we terug hier bij het AFC La Première op de velden. En dan gaan we spelen om de toernooiwinst. Dan sluiten we het, de 3 dagen af met toernooien. Er zijn genoeg kinderen die dit willen? Ja, er zijn genoeg kinderen. Er zijn altijd met vakantieplanningen van kinderen zijn altijd aan het denken van wat moeten we doen. En ja, uiteindelijk melden mensen zich daarvoor niet aan. Maar uiteindelijk hadden we van het weekend zaterdag hadden we nog eventueel 10 of 15 kinderen kunnen toelaten. Alleen dan zitten we gewoon gebonden aan de tenues, aan de materialen wat ze allemaal krijgen, de gadgets. Dus ja, daar kunnen we gewoon niet aan beginnen, helaas. Volgend jaar het eerste lustrum. Jullie zijn er wel heel wat van plan, geloof ik. Ja, dan willen we toch wat de groep weer groter gaan maken. Ons maximum ligt op 140 en we willen daar toch naar 176 toe. We willen nog wat meer creëren, dat het nog blauwer is. Dat nog meer de kleur van Almelo erin in betrekken. En ja, dan kijken van ja, wat de mogelijkheden zijn. Dat kost ons ja, kracht in de zin van menskracht. En uiteindelijk moeten we mensen creëren en bedrijven die ons willen ondersteunen. En als we dat kunnen, kunnen we het ook een stuk groter gaan maken. Wat krijgen de kinderen allemaal voor het bedrag wat ze hiervoor betalen? Ja, de jongste groep die betalen 39 euro. Daar hebben we het over de 5 en 7-jarigen. Die hebben 3 halve voetbaldagen. Dus die hebben de woensdagochtend, de donderdagochtend en de vrijdagmiddag. Want ze sluiten uiteindelijk wel af met iedereen. Dan krijgen ze een heel tenue. Dat is een shirt, broekje en kousen. Ze krijgen de laatste dag een medaille. Ze krijgen een bal. Ze krijgen een rugzakje. Ze krijgen een certificaat met foto. En dit jaar krijgen ze ook voor het eerst een bidon. Nou, dat kunnen ook doorkomen doordat we partners hebben die dat willen ondersteunen. Die staan er ook op vermeld. En daardoor kunnen we dat creëren. De oudste groep van 8 tot en met 14 voor 3 volle dagen krijgen exact hetzelfde. Die betalen 69 euro. Alleen die krijgen ook nog 3 dagen een gezonde lunch aangeboden. Ja, we hebben gewoon heel veel plezier erbij. En we hopen dat, ja, dat de weergoden ons nog goed gezind zijn. En wat dat betreft hebben we elke keer eind van de dag hebben we het elke keer prima voor elkaar. Zoals nu ook, het is droog. Ja, daar zijn we heel gelukkig mee. En we hopen dat morgen de laatste dag ook de weergoden ons goed gezind zijn. Jeetje. Op de 3e plaats zien we Rutsel Kostel. Daar is Jesse Mulder. Daar vliegt Bram Eversen voorbij. Mees Flinterman is gepasseerd. 19. En hier de kleinste man in het team. Een enorm applaus voor het podium van de categorie 7 en 8 met de meisjes. Fabie, ik denk dat je nog wat steun in kan die dag. Ja, regelmatig ja. Maar ze, ja, wel de dag voor mij natuurlijk. Mooie herinneringen. Ja, dat is nog wel echt genieten geweest afgelopen weken. Dan zijn die ronden mis. Ik heb de zoon van Balkenmond maar horen roepen. Papa! Ja, ik ook. Dat was een mooie beeld inderdaad. Van de familie thuis. Ja, die man de steun natuurlijk. Dus dat was heel bijzonder dat zij dat ook zo mooi mee hebben gemaakt. En ik heb wel extra, ja, extra mooie momenten natuurlijk. Kijk, dit kampioen van Nederland ook. Zit er nog een tussen? Meestal staan we. En de ton lijkt iets dichterbij te komen dan T. Ja, je wilt natuurlijk zo'n topgroep niet te veel ruimte geven. Stem op aan. Daar moet die man eens wat in de ton komen in het licht in. En dat doen ze ook. En we bellen op Hilders. Oren. Die sprint. En Bram Tankink, als hij die sprint wint. En wat een mooi podium, want dat mag je toch ook zeggen. Met Mollema bovenop, met op de 2e plaats Tankink en als 3e Timmer. Daar doe je het voor. Daar is de organisatie trots op en daar mogen ze trots op zijn.
nothing where I've been. You can see the earth is real. But all the piss that gets around is the message from my heart for all the flashes. It's not the end, they fuck no, the thing is in hand. All the difference is behind hand. Because the mother of the heart is left. You're living with this ability, miss the shakes and dirty death. But you make the earth a flesh shake. And you make the couple bust out. There's a place off the wall. I woke up in another wash. De Almeloer Henk Schwartze en zijn broer Eduard hebben als Japanse krijgsgevangenen in de Tweede Wereldoorlog gewerkt aan de aanleg van de dodenspoorlijn Birma-Siam. In tegenstelling tot zijn broer heeft hij deze periode overleefd en de gezegende leeftijd van 94 jaar bereikt. Mede dankzij de hulp destijds van het Rode Kruis. Dit is zijn verhaal. We kwamen in Birma, kwam in Tambusaya aan. We kregen, we sliepen in de gevangenis in Tambusaya. En de volgende dag, toen gingen we naar het hoofdkwartier van de Jap. En die een of andere Japanse hoge Piet heeft ons een redevoering gehouden. Wat hij allemaal verteld had, was ene oor in andere oor uit. Behalve één zin heb ik leven lang goed onthouden. U zult tranen van dankbaarheid storten dat onze legerleiding u heeft aangesteld om aan dit project te mogen werken. Ik heb tranen met tuiten gehuild. Toen mijn broer stierf, later heb ik van het Rode Kruis of van de Gravenstichting heb ik een foto gekregen. Zijn graf in Tambusaya. Ik heb in kamp 30 en eerst aan de spoordijk gewerkt. Toen dat klaar was, naar kamp 70. In kamp 70 hebben we aan een viaduct gewerkt. Het viaduct bestond uit 76 palen. Die moesten we zelf uit het bos kappen. De olifanten die brachten dus die palen in. En de Japen die gingen dan die palen klaarmaken om als heipalen gebruikt te worden. Wij moesten ze dan die palen in de gaten heien. Na anderhalf jaar in Burma werd ik ziek. Zware malaria. En mijn urine was zo donker, zo bruin. Een volgende fase, dat was het zwartwaterkoorts en dat was ik niet meer. Maar ze hadden me nog net op tijd naar Thailand gebracht. Daar kreeg ik in de eerste plaats goed te eten. We kregen verse groenten, verse vis. Ja. Dat hebben we jarenlang niet gezien. En kregen later ook nog Rode Kruispakketten van Amerika. En daar zaten ook medicijnen in. Daar had het Internationaal Rode Kruis een kleine rol. Ze hadden een vertegenwoordiging en die heette gedelegeerden. Een aantal van die gedelegeerden die werden toegelaten door de Japanners, namelijk op het eiland Formosa, tegenwoordig Taiwan, in China zelf en op Japan. Maar in de rest van Azië, dus in Nederlands-Indië en in Thailand en in Burma,
was er geen internationale geen vertegenwoordiging van het Internationaal Rode Kruis. Ook in Nederlands-Indië werd het Nederlands-Indisch Rode Kruis werd verboden. Dus de voorloopster van hen was mevrouw Nightingale, die in de Krimoorlog zoveel gewonden heeft geholpen. Ik feliciteer het Rode Kruis om het bestaan van 150 jaren. Dankzij het Rode Kruis heeft ze heel veel zieken en gewonden genezen in de oorlogjaren, maar ook in de... De Albert Heijn-vestiging aan de Rosa-Luxemburgstraat in het centrum gaat op 2 september sluiten. Klanten vinden het jammer, vooral de ouderen onder hen en de mensen die slechter been zijn. De gemeente doet haar best om een andere supermarkt in het pand te krijgen. Mevrouw Roosma, Albert Heijn gaat hier weg. Wat vindt u ervan in de binnenstad? Buitengewoon jammer. En kijk, dat Albert Heijn hier weggaat, dat is hun zaak. Daar gaan wij niet over met elkaar. Maar... ik heb van vorige week al een brief geschreven aan de wethouder van Wijk van de Binnenstadzaken. Van, doet de gemeente nog iets om te proberen hier weer een uitbater in te krijgen? Want Albert Heijn hoeft het niet te zijn. Ik hoef niet te kiezen uit 10 soorten pindakaas. Maar ik wil toch wel heel graag dat we hier in de binnenstad een supermarkt houden. Nou, een hele slechte zaak. Ik moet wel bijzeggen, ik ben geen vaste klant van de Albert Heijn. Ik heb een supermarkt naast me zitten, maar als ik in de stad ben en ik heb boodschapjes, dan ga ik toch naar Albert Heijn. Nou, dat vind ik voor mensen die hier wonen, vooral ouderen, een grote nalatigheid. Hier moet wel weer een winkel terugkomen waar de mensen naartoe kunnen. Het is met name het centrum hier waarbij een heleboel mensen zijn die toch wat minder makkelijk te been zijn. Die met name hier zijn komen wonen om toch een beetje de centrale voorziening in de buurt te hebben. En dan wordt zo'n winkelcentrum wat opgeheven. Dat is toch wel heel jammer, want ik denk dat er een heleboel mensen hier die minder goed te been zijn heel moeilijk ergens anders een plekje zo kunnen vinden waar ze wel naartoe kunnen gaan. Ik vind het heel erg, want de oudere mensen wonen hier allemaal in de kring. En die hebben straks geen winkel meer om de benodigde boodschapjes te halen. Nou, ik vind het heel dom dat dat allemaal gebeurt. Want de hele middenstand hier en in het centrum van Almelo, die mist dan weer een supermarkt. En dat kan natuurlijk niet. En vooral, we zijn dan met bejaarde mensen waar we mee te maken hebben. Jongeren die hebben er ook problemen mee. Want die kunnen dan 's avonds niet meer naar Albert Heijn hier om boodschappen te halen. Maar voor mensen die in elk geval heel moeilijk het hebben met het lopen... om van hier even naar Albert Heijn te gaan om boodschapjes te halen, vind ik het een heel bedroefde zaak. Heel erg jammer, heel erg naar zelfs. Want ik kan niet goed lopen en dan ben ik echt ja, van anderen afhankelijk en dat vind ik niet prettig. Nee. Als je dus kijkt naar de populatie van de binnenstad, hè, dan zie je toch ook, en dat is de klacht van veel mensen, hè, die met een rollator komen, die ouder zijn. Ja, dat is ook zo. En ik heb ook van heel veel mensen gehoord dat ze het ontzettend jammer vinden. Het is niet alleen het boodschapje, want we hebben ook eventueel, zolang er geen supermarkt is, voor mensen wel een oplossing. In het kader van begeleid boodschappen doen, daar communiceert de organisatie dat organiseert zelf over. Dus mensen kunnen in principe hun boodschappen wel in huis krijgen, maar mensen vinden het ook zo heel gezellig als ontmoeting en om even een loopje te hebben. Dus ik snap hoe belangrijk het voor mensen is. Daarom werken we er ook heel hard aan. Wanneer denken jullie resultaten te hebben? Ja, dat is heel erg moeilijk te zeggen. De gesprekken lopen nu. Voor ons is ook heel erg van belang dat het pand niet leeg komt te staan volgende week. Dus we gaan, mocht het niet heel snel lukken om een nieuwe supermarkt te interesseren, in ieder geval zorgen dat het pand niet leeg komt te staan. Ik ben Jirsee Doort, woonachtig in Bornebroek. En ik ben schaapsherder, schapenhoudster, schapenhoedster, hoe je het maar noemen wilt.
veel van mijn vrije tijd gaat in schapen zitten en alles wat daarbij komt te kijken. En vooral in de zomermaanden zijn we op de heide te vinden met de kudde of op natuurtreinen. En u kunt me ook in een deel van de stad aantreffen. Ik ben bekend met Almelo Allee. Ik wist dat voor de wandelaars en voor de hardlopers en voor de fietsers van Almelo en ook mensen daarbuiten, dat er veel te doen is. En dat dat vertrok vanuit de Graven Allee, van tegenover het kasteel. Dit jaar zijn er nog weer uitgebreidere routes en er is dus ook een wandelroute. En u staat ergens en wat gaat er gebeuren? Nou, wij staan op een locatie in de Bolkshoek. En daar neem ik een koppel van mijn schapen mee en dan laat ik aan de passanten zien van ja, wat we doen of hoe we het doen. En ook een beetje van hoe mijn collega's, dus de honden, hoe die werken en waarom ze zo werken en waarom ik met honden werk om mijn werk te kunnen doen. En wat heb je verder aan link, is dat deze dieren die hebben net begraasd op de heide in Bruinhaar. En dat is, die heide is onderdeel van het landgoed, ja, van de Graaf van Rechteren. En het allee, dat wordt ook een groot deel gelopen over, en dat is over een deel van het landgoed, of bijna wel helemaal. Dan heb ik nog een vraag aan u. Ik mag u een instapkaart geven voor iemand die u zegt van, nou, die gun ik het om mee te lopen. En zelf loopt u natuurlijk al heel veel. En, ja, klopt. Ja. En u bent aan het werk. Maar wie gunt u een instapkaart dat ze met de Almelo Allee mee kunnen lopen? Ik denk aan een actieve buurvrouw. Nou, dat is helemaal geweldig. Ja, ze weet zelf nog van niks dus. Maar ik denk dat die dan goed besteed wordt. Goed zo. Ja, en waarom denkt u dan dat die houdt ze van lopen? Ze houdt van wandelen, ze houdt van buitenleven, ze houdt van actief bezig zijn, staat open in de samenleving. En ja, dan komt hij denk ik zeer goed terecht. We'll be right back.
Buurtbemiddeling Almelo bemiddelt bij ruzies tussen buren en bewoners. Iedereen die ruzie heeft met de buren kan bij ons terecht. Wij geloven dat buurtbemiddeling werkt. Buurtbemiddelaars hebben geen belang, maar willen u helpen bij het ondersteunen en begeleiden naar een oplossing, zodat u weer prettig kunt wonen en geen ruzie heeft met de buren. Het is beter om eerst buurtbemiddeling in te schakelen voordat je andere instanties gaat bellen. Dat kan weerstand oproepen bij bewoners en dat is een slechte start voor het oplossen van het probleem. Goedemiddag, u spreekt met Jolanda Borgreven, buurtbemiddeling Almelo. Hallo, ik heb een e-mail van... Buurtbemiddelaars zijn mensen zoals jij en ik. Die komen gewoon langs en vragen wat er aan de hand is, hoe wij mee kunnen helpen om het op te lossen. Buurtbemiddelaars hebben, voordat ze op pad gaan, een training gevolgd om de kneepjes van het vak te leren. Ik zou graag van jullie willen weten wat er nou precies aan de hand is. De buurtbemiddelaars gaan altijd met z'n tweeën op pad, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen tijdens het gesprek. Ja, ik ben echt blij dat jullie er zijn. Met z'n tweeën hoor je en zie je meer dan alleen. Ook is het prettig dat één bemiddelaar de vragen stelt en de ander kan kijken hoe erop gereageerd wordt, non-verbaal. Buurtbemiddeling Almelo belt aan en vertelt dat er een melding is van de buren van overlast. Maar dat ze graag ook hun kant van het verhaal willen horen en dan zie je dat mensen ook heel graag hun verhaal willen vertellen. Het is heel belangrijk voor mensen om niet meteen beschuldigd te worden, maar hun kant van het verhaal mogen vertellen zoals zij het ervaren. De bemiddelaars zijn niet partijdig en blijven neutraal. Ieder mens ervaart en beleeft de situatie anders en daar hebben bemiddelaars begrip voor. Het is zo belangrijk om mensen hun verhaal te laten vertellen om te kijken wat er nou eigenlijk fout is gegaan en wat er precies aan de hand is. Je ziet vaak dat ruzies uit de hand lopen en mensen eigenlijk niet meer weten waar het ooit mee is begonnen. En dat proberen bemiddelaars naar boven te krijgen. Buurtbemiddeling Nederland is opgericht om de leefbaarheid tussen bewoners te verbeteren. Dat kun je door allerlei officiële instanties laten doen, maar het is veel beter om als buren zijnde met elkaar in gesprek te gaan en daar getrainde bemiddelaars bij te laten helpen. Je kan het zien als een vorm van burgerparticipatie om ervoor te zorgen dat we allemaal prettig wonen. Prettig wonen is zo belangrijk. Naast eten en drinken is ook dat een basisbehoefte. Hebt u oneenigheid met de buren? Laat het niet uit de hand lopen. Neem contact op met Buurtbemiddeling Almelo.